Vandaag gaan we het hebben over de voedselbank, maar ook over de dood. En ja, we willen toch proberen om te kijken of dat niet altijd zo'n ernstig onderwerp hoeft te zijn. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Carla Saris, uitvaartverzorger, en Ab Gilhuis, voormalig voorzitter van de voedselbank. Welkom. Hoe komt iemand erbij om uitvaartverzorger te worden? Ja, het is misschien niet, het is sowieso denk ik geen vak of geen beroep wat een beetje voor de hand ligt. Vaak merk je wel van de mensen die erin werken dat die toch een affiniteit hebben met het vak. Of zelf het hebben meegemaakt van dichtbij met een overlijden. Of voor die vragen zijn komen te staan om het te regelen en om het te verzorgen. En dat was ook de reden wat bij mij dus... Wat gebeurde er, als ik je mag vragen? Nou, dan ga ik toch wel terug naar het jaar 2012. Dus dat is toch wel weer een tijdje geleden. Ook de periode in het najaar dat mijn moeder stierf. En dat was ook de eerste keer dat wij als gezin, zeg maar, met een overlijden te maken hadden. En ja, veel was onbekend. Eigenlijk wist je helemaal niets. Dus daar kwam een begrafenisondernemer, een uitvaartverzorger. En dat proces is helemaal prima verlopen. Maar het is wel een periode geweest wat mij wel aan het denken heeft gezet van wat een mooi en bijzonder vak dat eigenlijk is. Ik bekleedde toen nog wat bestuurlijke en maatschappelijke functies. Destijds gestopt toen ik moeder werd, 31 jaar geleden. En het vrijwilligerswerk zeg maar in ben gegaan. Wat me achteraf nu ook best wel heel veel heeft gebracht qua netwerk en qua contacten. En, maar dat moment, dat hield me op de een of andere manier bezig. Ja, dan zit je daar en dacht je van, oh, dat doet ze goed of kan ik beter of dat wil ik ook doen? Of? Nee, niet zozeer van dat kan ik beter, want dat weet je eigenlijk niet. Want het was ook de eerste keer, weet je, je wist het eigenlijk niet. Hè? Wat ik al zei, er waren veel dingen onbekend. Maar wat me het meest bezig hield was het feit dat het zo'n mooi werk was. Om mensen in die laatste, op dat laatste pad en soms in die laatste levensfase, hè, dus de gesprekken vooraf, om die daar te kunnen begeleiden. Want je komt wel in dat vak heel kort bij mensen. Je hoort veel, je ziet veel. Ja. En dat heeft me wel bezig gehouden, ja. Ja. En dan? Ga je informeren of zo? Nou, dat heeft zo? Me besloten om eens te oriënteren van, ja, hè, hoe ziet zo'n baan eruit? Wat houdt het allemaal in? Is er een opleiding voor? Ja. Nou, dat was het. Wat houdt het allemaal in? Je moet goed kunnen... je moet gestructureerd kunnen zijn, zeg maar. Je moet goed kunnen werken, je moet... Het is in ieder geval niks van mij, maar dat is even los. Ja. Maar ga door. Ja, en... Het heeft best wel veel facetten. Je moet met gevoelens om kunnen gaan van mensen. Je moet want het heeft natuurlijk veel te maken met emoties, met gevoelens die op dat moment parten gaan spelen. Je moet goed kunnen luisteren, vooral ook. Mensen vertellen veel, hè, want op het moment dat jij niet aan het praten bent, vertellen mensen natuurlijk hun verhaal. En zeker als je daar voor de eerste keer binnenkomt. En je moet natuurlijk kwaliteit hebben kunnen geven en ook kennis van zaken hebben. Dus het vergt nog wel wat van jezelf. Ja. Dus er is ook een opleiding voor en die ben ik toen destijds ook gaan volgen. Hoe heet die opleiding? Opleiding tot uitvaartverzorger. En dat duurt hoe lang? 15 maanden heb ik gestudeerd. Omdat ik daar zelf ook wel belangrijk maar, vond. Dus ik denk wat je dan leert. Leer je dan hoe je met mensen moet benaderen? Of? Ja, je leert eigenlijk best wel veel. Je leert veel over recht, over de wet, hè, de wet op de lijkbezorging. Je leert ook omgaan met emoties. Je leert het voorgaan in een uitvaartdienst, het spreken. Er zijn best wel heel veel facetten zeg maar, die opleiding met zich bezighoudt. Daarnaast heb ik ook de opleiding tot overledenenzorg gedaan. Niet dat ik dat onderdeel persoonlijk zelf doe, want daar heb ik een zorgteam voor. Maar ik ben er wel altijd bij. Ik wil wel gewoon weten, ja, wat gebeurt er met zo'n lichaam? Omdat je natuurlijk ook de families goed moet kunnen informeren. Ja. Helder en duidelijk vooral. Eerlijk ook vooral. Ja, je had het over emoties en dan kom ik naar Ab. Hè? Ja. Voormalig voorzitter. Ik ben onlangs gestopt als voorzitter van de voedselbank. Ja, op 1 september, 4 jaar gedaan. Ik dacht, het wordt tijd voor een ander. En dan werkt dat bij jou emotie op? Of zeg je van, nou, ik stop er zakelijk mee? En, of zit je er ook diep in, net als Carla? Nou, ik weet het niet. Wel anders, denk ik. Ik denk dat uiteindelijk alle klanten komen bij Carla of haar companen. Hè? Ja. Iedereen. Ja.
bij de voedselbank hoop je dat er zo min mogelijk mensen komen, dat ze hier niet nodig hebben. Ja, je hoopt eigenlijk dat de voedselbank eigenlijk stopt. Niet nodig zou het moeten zijn. Mijn ideaal was, maar in 4 jaar is dat niet gelukt, dat we de voedselbank konden opheffen, omdat niemand die voedselbank meer nodig heeft. Maar dat was gewoon een droom die voorlopig volgens mij niet werkelijkheid zal worden. Eerder de andere kant op, of niet? Want toen ik begon, dat was toen COVID opkwam, kan iedereen zich misschien nog herinneren, 4 jaar geleden, nou, 2020. Ik denk dat zeer helder voor de geest staat, ja. Denk ik. En dat dag, toen gebeurde van allerlei dingen met die tent, hè, die wel uitdagingen waren. Je kreeg veel meer klanten opeens, er moest dus veel meer voedsel aangevoerd worden. Je werkte met vrijwilligers, die waren kwetsbaar, een groep daarvan wilde stoppen, kon niet door, terwijl je juist meer vrijwilligers nodig had. Je had meer geld nodig, want je kreeg meer logistiek. En je organisatie werd extra op de proef gesteld om onder die omstandigheden gewoon door te gaan. Want als het probleem is bij de plus, dan gaan we hier in het dorp allemaal naar de Albert Heijn of andersom. Maar als jij afhankelijk bent van de voedselbank die jou helpt, is dat geen optie voor jou. En in Nederland op dat moment sloten veel voedselbanken. Er zijn er 172 in Nederland en een groot aantal zei, ja, we kunnen dat gewoon niet regelen. We hebben ook mensen, ze zijn ook nog eens allemaal vrijwilligers, we gaan gewoon dicht. Anderen die zeiden, we kunnen wel door, maar er moet wel het leger komen met een groep. En onder andere in Tilburg gebeurde dat. Die kwam ook, het leger stapte in. Het leger? En ze konden door, ja. Maar wij zijn gewoon doorgegaan, met vrijwilligers alleen. We hebben geprobeerd die organisatie zo neer te zetten dat dat kon. En ook op een verantwoorde manier voor onze vrijwilligers. Dat het ook veilig kon, voor onze mensen, maar ook voor de klanten. En we zijn altijd in de lucht gebleven en nooit een dag dicht gegaan. Nou, dat is iets om trots op te zijn, toch? Nou, dat was heel. Daarom op dat moment stapte ik ook in daar. Want dat was een uitdagende periode en er speelde daar van alles en nog wat. En ik was net gestopt met een lijnbaan op mijn 61ste. Ik dacht van, nou, ik kan ook wel eens iets anders gaan doen voor de gemeenschap. Ik zat in de raad van bestuur van de Lage Landen in Eindhoven. Ik heb altijd bij de Rabo-groep gewerkt. En 61, ik dacht, het is mooi geweest, ik ga eens andere dingen doen. Maar in de buurt hier deed ik eigenlijk bijna nooit iets. Allerlei dingen ver weg. Dus toen ik hier tegenaan heb, dacht ik van, nou, dat kan ik misschien wel betekenen. Dus kijken of ik kunnen helpen. En voor je het wist was ik de voorzitter. En na 4 jaar, nou, hou ik ermee op. Omdat dat de termijnen zijn die hebben ingeregeld dat een bestuurder er zit. En ik vind ook goed dat niet iedereen daar dan heel lang gaat zitten. Nee. Gewoon nieuw bloed. Vrijwilligers zo lang blijven als mogelijk. Maar de bestuur, daar vind ik van, die moeten gewoon het stokje doorgeven. Nieuw bloed, nieuwe omstandigheden. Andere dingen zien, nieuwe dingen oppakken. Dus ik heb een fantastische tijd gehad. Dat is de gaafste baan die ik ooit heb gehad. Ja, ondanks serieus? Ja, absoluut. Waarom? Omdat het doel wel wat je hebt, dat spreekt me enorm aan. Gewoon mensen helpen om een lastige periode te overbruggen. Want als je financieel klem zit, is niet jouw enige probleem dat je te weinig geld hebt om eten te kopen. Je hebt allerlei andere dingen. Je huisvesting, de kinderen, andere werk zoeken. Dus helpen om die mensen wat lucht te geven. Door niet geld te geven, maar goederen, eten. Dan weet je, in zo'n gezin wordt er in ieder geval gegeten. En er is wat ruimte in de portemonnee. Ja. En vooral ook de kinderen. Je geeft ook dingen, ja, zoals voor ontbijtdingen. Dan weet je, er wordt gewoon gegeten door die kiddo's daar. En niet dat die met een lege maag naar school worden gestuurd. Ja, dat wordt nogal eens onderschat, denk ik. Dat hoeveel kinderen met een lege maag naar school gaan. Ja, we hebben. Nou, toen ik begon, hadden we hier tegen de 190 huishoudens. Bij COVID sport omhoog naar 230. En je moet je realiseren, een huishouden ongeveer 3-4 mensen. Dus je hebt het echt over grote aantallen mensen, waarvan minstens 30% kinderen zijn. En die kinderen kunnen ook allemaal niks aan doen wat er om hen heen gebeurt. Ja. Maar die willen gewoon wel naar school meedoen. En, dus het doel vond ik waanzinnig. Hè? Het tweede is, het is natuurlijk een organisatie die je moet runnen. 90 vrijwilligers, veel logistiek, voedsel aanvoeren, geld. Hè? Nou, dat vond het voor mij niet zo spannend, maar Dat vond ik wel, om dat goed neer te zetten, die omstandigheden interessant en goed. En je werkt met mensen, dat zijn gewoon geweldige lui. Ja. Je hebt 90 vrijwilligers, had ik. Want je weet hoe moeilijk het is om een vrijwilliger te krijgen bij een tennisclub of weet ik veel. Ja. En daar run je een grote tent met 90 vrijwilligers die allemaal individueel best wel veel uren maken. Ja. Er zijn ook vaak nog ouderen, wat overdag gebeurt er veel. Ja, en dat is gewoon super gaaf volk. Ja. En Boks is ook de voedselbank voor meerdere gemeenten? Ja, je hebt in Nederland 172 voedselbanken. Nederland is geografisch opgedeeld. En dan heeft iedereen een werkgebied. We hebben dan de gemeente Bokstel, de gemeente Sint-Michels-Gestel en Sint-Oederode. Dat is nu mijn Rijksstad. En de reden om dat zo te doen was, dat is heel duidelijk wie in welk gebied voor achter die mensen aangaat en ze helpt. Maar ook in de voedselvoorziening, want wij halen zelf dat eten overal van tevoorschijn.
Dat is een afspraak dat je binnen je eigen grenzen van je werkgebied dat voedsel ophaalt. Dus niet dat ik het ga ophalen in Den Bosch en Den Bosch bij mij of zullen lekker ruzie gaan maken. Dus iedereen in zijn eigen werkgebied, haal je zoveel mogelijk op. En als je meer hebt dan je nodig hebt, dan ga je het aan de buren geven en aan een regionaal distributiecentrum. Ja. Dus bij onze vrijwilligers, wil ik nog even, ja, dat is gewoon zo gaaf. Als je 90 mensen dat doen, ook al die omstandigheden die ik beschreef, hè, de gemeente ging dicht, de bank ging dicht, de winkels, alles ging dicht. Hè. Ja. Dan kan je voorstellen dat je met 90 mensen doorgaat voor dit doel, die ook kwetsbaar zijn. Die heb je al getwijfeld ook? Maar jongens, zoek het maar uit. Dat was eigenlijk voor mij de moeilijkste beslissing in mijn hele leven. Die ik ooit heb genomen. Serieus? Ik heb heel veel gedaan. Dat was het besluit om die voedselbank open te houden. En dat te doen met een beroep op onze vrijwilligers. En in mijn hoofd ging het beeld van, ik moet zo naar een begrafenis bij Carla. Want een van mijn vrijwilligers is overleden aan COVID. Ja. Dat heeft ze opgelopen omdat ze bij mij bezig was als vrijwilliger. In die periode. Dat was een absolute nachtmerrie. Wat ga ik dan? Ik zei het tegen haar straks. Ik kan altijd een verhaal bij begrafenis. Ik ook niet wel altijd aan. Maar wat ga ik dan zeggen? En uiteindelijk, hoe we het hebben gedaan is, we hebben besloten door te gaan. We hebben gezocht naar een manier van werken die zo veilig mogelijk was. Minimaal contact tussen mensen, afstand, maar ook voor de klanten en dergelijke. Aanraken van spullen. Ja. En toen hebben we gewoon een beroep gedaan. Roel, we gaan door. We hopen dat jij mee wilt doen. Maar dat moet je zelf beslissen. Hè? Want jij, ik zit even een beeld ervoor. Maar je zit aan tafel en dan kom je echt binnen van, nou, ja of nee. Het wordt hem of het wordt hem niet. Het ging wat meer natuurlijk. Mensen namen gewoon voor zichzelf dat besluit. Ik heb ook wel dat soort gesprekken gehad. En voor mij was het belangrijk dat de mensen zelf besloten door te gaan. Dat ze zich voldoende veilig voelden en comfortabel om te doen. Dat ze het risico durfden te nemen. Ondertussen, het aantal vrijwilligers dat natuurlijk wel af. Dat gold niet voor iedereen. Sommigen hadden ook kwetsbare mensen thuis. Ja, precies. Dus ja. Wat wij zagen was ons vrijwilligerskorps die kromp. Het aantal uren die gedraaid moesten worden nam juist toe. En onder die omstandigheden moest je nog meer mensen bijzoeken. Maar dat beroep dat ik op die mensen deed, dat vond ik zelf het moeilijkste. Kan ik dat maken? Ja. Onder welke voorwaarden kan ik dat mensen vragen? Want je had zelf natuurlijk ook die anderhalve meter, die verplichte anderhalve meter, dat we afstand moesten houden. En ik kan zelf als stoer zijn. Ik deed het natuurlijk zelf mee. Ik gaf zelf het voorbeeld. Ik zet mijn eigen familie in. Hè? Maar het is nog iets anders dan die ander. Als ik aan dat gaf sta dan. Hè? Maar het ging goed. Het is allemaal goed afgelopen. Ja, maar een goed team is gewoon heel belangrijk. Super, maar ook dat die mensen dat doen. Hè? Ja. En waarom, als je aan onze vrijwilligers gaat vragen waarom doe je dit, dan denk ik op een heel idealistisch verhaal of zo. Nou, dat komt helemaal niet. Wat er gewoon komt is, ik vind het leuk om te doen. Ik kan het goed. Ik ben bezig met een leuke groep mensen. En nou opdonderen, want ik moet eieren inpakken. Weet je, gewoon uit het hart. Ja. Zonder te veel blablabla, bla, gewoon doen. En, ja, maar ook die samenhorigheid en die verbondenheid aan die medemens. Weet je, want dat is dus het. Heb jij ook, jij werkt ook. Ja, je hebt medewerkers. Ja, ik heb, weet je, inmiddels een fantastisch team. Dat is in het begin. Hoeveel mensen zijn dat? Nou, ik heb niemand in dienst. Dus ik bedenk altijd van, als ik bij een familie kom, van, wat is hier nu nodig? Hè? Ooit zijn die vijf woorden op een groot schoolbord tijdens een of andere college les geschreven van, wat is hier nu nodig? En dat is bij iedere familie is dat anders. En de ene familie die heeft op dat moment heel veel behoefte aan dingen uitzoeken, dingen regelen, locaties bezoeken, alles al doen. En de andere familie doet het wat rustiger aan. En uiteindelijk komen we natuurlijk allemaal, werken we naar die stip op die horizon, naar dat mooie en liefdevolle afscheid. Ja, en wat is jouw grootste uitvaart met de meeste poespas, meeste toeters en bellen, waar je zegt, nou, ik moet nou echt alles uit de kast trekken. Dat zijn vaak de uitvaarten die we op locatie doen. En op locatie wil dan zeggen, dus niet in een aula van een crematorium, hè, waar je alle faciliteiten natuurlijk onder één dak hebt. Of in een kerk, waar je natuurlijk dat ook wel in grote lijnen hebt. Maar dat zijn dus de uitvaarten die bij mensen thuis in een tuin worden gedaan. Of in een restaurant of in een belangrijke andere persoonlijke plek waar mensen iets mee hebben. Ja. En dan huur je dus in feite alles in. Hè? Qua geluid, qua techniek, qua catering, alles. Maar het zijn wel vaak de mooiste uitvaarten. Ja. En daar gaat het tegenwoordig ook wel meer naartoe. Kijk, als je kijkt naar vroeger, en dan is vroeger misschien klinkt heel ver weg. Ja. Was het of een kerkelijke uitvaart of een afscheidsdienst in een crematorium. Maar tegenwoordig zoeken mensen veel meer van, ja, weet je, uiteindelijk vindt er natuurlijk wel een begraving of een crematie plaats. Maar vindt de afscheidsdienst, de condoliansen daarna, het hapje, het drankje,
het proosten op het leven vindt toch wel op een andere manier plaats. Ik heb ook de indruk dat het een beetje uit de taboe-sfeer komt. En dat net wat ze in buitenlanden in bepaalde culturen doen, die vieren het leven. In plaats van jammer dat hij dood is. Ja. Krijg ik hier steeds meer het gevoel dat mensen zeggen... Ja. Wat fantastisch dat hij zo'n mooi leven heeft gehad. Dat wij hem zo lang hebben mogen kennen. Ja, geldt zeker niet voor elke uitvaart. Hè? Want we doen er... Kijk, de intensiteit van verdriet kun je nooit op een weegschaal leggen. Is ook niet afhankelijk van leeftijden. Want kijk, als je te maken hebt met afscheid van kinderen, wat natuurlijk intens verdrietig is, is een totaal andere uitvaart en invulling als dat je te maken hebt met mensen die bijvoorbeeld uit het leven zijn gestapt. Dat is natuurlijk ook weer een andere zorg. Of iemand, een oma van 92 die je helemaal tot het laatst hebt mogen knuffelen. En waar je met z'n allen omheen staat. Ja, al die facetten heb jij allemaal dankbaar bent van in die 12 jaar een keer meegemaakt. Ja. Is er dan iets wat je mee naar huis neemt? Ik kan me voorstellen als een kind overlijdt. Ja, dat is het ergste wat er is. Dat lijkt mij het ergste voor die ouders. Ja, je bent moeder en dan kun je daar wel. Ik ben zelf ook moeder. Je moet altijd een beetje opletten dat je het niet projecteert op je eigen gezin. Maar ik ben wel iemand die dat verdriet intens voelt. En daar ook heel veel in meegaat. Ook heel diep in meegaat, zeg maar. Maar dat is ook wel... Maar soms te diep? Nou, soms wel. Soms wel. Ik heb een fantastische partner die ik ook, waar ik ook, bij wijze van spreken, bij uit kan huilen. Als dat zo uitkomt. Maar zegt hij niet op een gegeven moment, Carla... Nou, die trekt wel af en toe aan de rem. Ja, en die zegt wel van, god, je moet wel een beetje op jezelf letten. En dat is ook moeilijk. Weet je, het is moeilijk om dat werk en privé aan de ene kant gescheiden te houden. Ja. Hè? Want je neemt het vaak mee. En als ik naar huis rijd en ik rijd in mijn auto, dan denk je altijd nog eens terug aan die uitvaart. En het moeilijkste is om het los te kunnen laten, zeg maar. Ja. Om er vooral niet wakker van te liggen, want dan zit je professioneel natuurlijk niet goed in het vak. Ja, maar dat heb je niet altijd in de hand, hè? Maar dat heb je niet altijd in de hand, nee. Nee. En dus je zeker niet altijd. Je ligt wel eens wakker, van. Ik lig wel eens wakker, ja. Ik lig wel eens wakker. Situaties die me nu privé hebben plaatsgevonden binnen onze eigen eerste lijn, zeg maar, familiekring. Vrienden, hè, waar je de uitvaart voor mag doen, maar ook verdrietige situaties die met kinderen te maken hebben. Of mensen die in korte tijd hun ouders verliezen. Waarvan je denkt van, ja, hoe dan? Hè? Want... Ja, het is straks het woord zelfdoding. Daar schrok ik even van, maar ja. Ja. Dat is natuurlijk ook een... Ja, dat is een totaal andere dimensie. Dat is een andere manier van aandacht geven, van zorg. Extra dagen worden... Dat komt vaak... Kijk, een auto-ongeluk komt ook onverwacht. Ja. Maar zelfdoding... Ja. Is ook vaak... Daar hoor je vaak dat ouders zeggen van, hè? Ja. Behalve als mensen van kiezen, misschien. Dat komt ook vaker voor, of niet? Ja, maar dan nog, weet je, daarna moeten we wel met elkaar een afscheid gaan regelen. En dan er zijn ook situaties dat mensen gewoon niet snappen, natuurlijk begrijpen waarom dat die persoon het natuurlijk heeft gedaan. Dus het acceptatieproces, veel vragen, onbeantwoorde vragen. Maar je moet er wel, je staat er dan wel voor. En we moeten het dan wel doen. Want over een x-aantal dagen moet er wel een afscheid staan. Ja. En dat zijn moeilijke, moeilijke situaties. Ja. Moeilijke kwesties. Ik kan me voorstellen dat je dan naar huis rijdt, even naar je dochter belt of zo. Van, meid. Ja. Ja, het is belangrijk dat je een heel goed thuisbasis hebt. Hè? Dat je gezin, je partner, maar ook je kinderen ook achter jouw vak staan. Want mijn dag begint altijd, zeg ik, als de telefoon gaat. Ja. En als dat midden in de nacht is en iemand ligt thuis. Jij moet altijd bereikbaar zijn. Ja. Dus nu ook bijvoorbeeld? Ja. Dus als je nou iemand belt? Ja. Dan heb ik sinds, dat vertelde ik net tegen af, vlak voordat we begonnen met de uitzending. Ik heb sinds vorig jaar januari een fantastische collega. Daar heb ik lang naar gezocht. Want het is jaren zo niet geweest. En op een gegeven moment, moet ik ook eerlijk bekennen, hou je dat ook niet... Bijna niet helemaal vol. Want om nee te verkondigen, dat wil je niet. Nee, je wil graag mensen helpen, mensen vragen jou. Ja, mensen komen misschien speciaal naar jou, die kennen jou. Ja, die kennen mij. Of ze hebben me aan het werk gezien. Of ze kennen me uit mijn netwerk, wat inmiddels best wel ruim gegroeid is, zeg maar. En ze bellen dan specifiek voor mij. En als ik dan nee moet verkondigen, omdat mijn agenda het niet toelaat. Ja, dan is dat moeilijk. Dan heb ik daar ook moeite mee, zeg maar. Maar... Wat ik zei,
Inmiddels dus een hele fijne collega. We helpen elkaar bij drukte, bij vakantieperiodes. Want soms moet je ook even weg. Dan moet je het even van je af kunnen zetten. De batterij op kunnen laden. Ja. Zodat je er toch weer met de volle 100% tegen kunt. Ja, het is wel een soort van plicht om er betrokken bij te zijn natuurlijk. Ja. Nee. Ik leg er heel veel gevoel en een ziel in, zeg ik altijd. Dat voel ik ook. Dus mijn voelsprieten die werken altijd best wel heel goed. Maar dat schept ook wel weer een hele mooie band. Ja. Dat hoor ik ook altijd, of bijna altijd wel terug. Hè? Ja. Dat mensen zeggen, ja weet je, het was gewoon fijn om met elkaar te werken. En om dat we altijd konden terugvallen. En dat je ook voelt van, we doen het ook echt samen. Ja. Het is, ik zou bijna haast zeggen, je had het net op een heel mooi vak. Ik zou bijna zeggen, ik heb het mooiste vak wat er is, maar zeker niet het makkelijkste vak wat er is. Nee. Het vergt veel van je. Je had net over voelsprieten, die heb je ook nodig, denk ik. Ja. Ja, nou ja goed, bij de voedselbank, daar ben je vrijwilliger, geen bedrijf. Hè? Nee. Dat is toch wel een verschil. De voedselbank, dat weten veel mensen niet, wordt 100% door vrijwilligers gegund. Er wordt niemand betaald, niemand krijgt ook kostenvergoeding. En ook geen bestuurder, helemaal niemand. Helpt de gemeente jullie? De gemeente helpt ons, maar in ieder geval niet met personeelskosten dragen, want die hebben we niet. Hè? We kopen ook helemaal niks, we kopen geen goederen in om uit te delen, dus daar hebben we ook geen geld voor nodig. Het enige waar we geld voor nodig hebben, dat is de rest. De gebouwen die we gebruiken, de auto's die we laten rijden en dat soort dingen. Ja. En eigenlijk delen we voedsel uit per huishouden tussen de 50 en de 70 euro. Marktwaarde heeft dat per week, keer 4, 280 euro, 200 euro. En de kosten die we maken, als je dat vermenigvuldigt met het aantal klanten, dat is iets van een marktwaarde van 500 tot 700.000 euro per jaar. En de kosten die we maken, dus voor de dingen die ik noemde, die zijn iets van 125.000 euro per jaar. Okay. Oftewel, dat is eigenlijk een goede deal. Je stopt al 1,25 in, dan komt 7 euro uit, hè, in dit businessmodel. Nou, dan van die 125.000 euro, daar halen we bij de gemeentes ongeveer de helft van op. Dus bij de gemeente Bokstel, Gestel en Roy hebben we ook de understanding en de afspraak. Ongeveer de helft van de kosten, die moeten jullie dragen. Hè. En de andere helft, die halen we op bij particulieren, bij bedrijven. Dus dat is nog best wel veel. Hè. Mm-hmm. En veel mensen snappen niet waarom we dat doen, maar we zijn natuurlijk geen verlengstuk van de gemeente. En als we een gemeente 100% van onze kosten zou betalen, dan zijn we onbezoldigd ambtenaar of zo. Hè? Ja, ja. We zijn gewoon een onafhankelijke organisatie die een duidelijk doel heeft. Die probeert zo laag mogelijke kosten te maken en ook gedeeltelijk bij derden dat op te halen. En zo werkt dat eigenlijk heel goed. Ja. Dus die 125.000 euro, de helft ongeveer komt van de gemeente Bokstel of iets van 30 per jaar. En welk probleem kom je tegen? Je hebt pas de afgelopen 4 jaar dat je denkt, oh joh, help nou eens een beetje mee man. Wie je wilt van de gemeente? Nee, maakt niet uit, een instantie of een beetje tegenwerken. Dat je denkt, ik wil gras erop hebben. En... Ja. Nou, bij de gemeentes, daar werk ik wel heel goed over te spreken. Ja, eigenlijk heb je ze als voedselbank niet nodig. Hè? De gemeente die is er voor ons alleen maar om de helft van die kosten te dekken. En wat dat betreft rekenen we op ze. Reken ik op ze. Ik zeg ook tegen die wethouders, de burgemeesters, kom nooit bij jou iets vragen, weer geld, dan weet ik veel. Maar als ik kom, moet je wel vlug komen helpen, dan hebben we echt een probleem. Ja. En onder andere de helft van die kosten dragen. Ja, in mijn termijn hebben we afspraken gemaakt met de gemeentes voor 4 jaar lang, een vast bedrag. En dat was op het moment dat Bokstel tegen artikel 12 aanhing. En dan kwam ik naar buurten voor een 12% verhoging van de vergoeding naar de voedselbank. Artikel 12? Ja, dat is dan voor dat je de financiële problemen komt er bijna onder toezicht staat. Hè? De gemeente moest bijna bezuinigen, zal ik maar zeggen. Daar komt Gilhuis aan kakken met zijn voedselbank. 13% hoge jaarvergoeding. Ja. Want we hadden, weet ik veel, 5 jaar lang nul verhoging gehad. We hadden inflatie, we maakten meer kosten. En dat kreeg ik hier in Bokstel bij de gemeente zonder enig probleem door. We hadden natuurlijk heel veel redenen waarom dat een goed plan was. Hè? Ja. En ook moest en nodig. Ja. Maar ze kwamen wel door de bocht. En eigenlijk de gemeente Gestel, zelfde laken in pak. Mij reist dat ook gewoon supergoed. Okay. De grootste uitdaging zijn dus niet de gemeentes geweest, maar voedselvoorziening. Moet je voorstellen dat je helemaal niks koopt en je gaat 50 tot 70 euro per huishouden. Ja, waar halen jullie dan het eten vandaan, zou ik maar zeggen? Precies. Nou, we hebben een landelijke stroom. Die 172 voedsel, die gaan niet allemaal naar de veiling of naar Albert Heijn Centraal. Hè? Dus we hebben samen een vereniging opgericht, die heet Voedselbanken Nederland. Zijn al die voedselbanken lid van, dat zijn stichtingen. En die doet een aantal dingen voor ons samen. Onder andere naar de veilingen gaan, naar de grote levensmiddelenbedrijven die voor zover zien te krijgen dat ze spullen aan ons geven. Nou, bij de veilingen is dat planting natuurlijk, die draaien de hele hoop door. Hè?
En dat wordt dan in een landelijke aanvoer gebracht. Er zijn 10 regionale distributiecentra voor West-Brabant en Zeeland. Voor Brabant en Zeeland is dat in Tilburg. Dus die landelijke stroom komt via Tilburg naar de voedselbank in de regio. Dat is ongeveer 45% van onze aanvoer. De andere 45%, zoals ik al zei, uit je eigen grenzen, uit je eigen werkgebied. Moet je denken aan boeren, supermarkten, voedselbedrijven, bakkers. Ik kan zo gek niet bedenken. Ja. We halen het overal gewoon vandaan. En als we meer tevoorschijn kunnen toveren dan we nodig hebben, dat is natuurlijk een luxe probleem. Ja. Maar dan gaan we dat aanleveren, het teveel is aan het distributiecentrum en die verdeelt het weer over de anderen. Ja. En soms maken we deeltjes met de buren. Soms krijgen we eens heel veel asperges, geweldig hè. Maar er zijn heel veel voedselbanken, het laat natuurlijk nooit asperges. Nou, dan een klein beetje gebruiken ervan, dan ruilen we tegen vis of zo, ja. Weet je. Dus zo gaan we handelen ook nog eens met die spullen. Ja. En dan heb je gewoon 1 uitgifte dag of middag? Of, nee, we delen, je mag 1 keer per week komen. Maar hier in Boksel delen we 3 dagen per week uit. Want anders is het te veel mensen op 1 keer. En dan in Gestel delen we 2 keer per week uit en in Rooi 1 keer per week. Ja, en van de 3 keer in Boksel, dat doen we op de dinsdag. Dat doen we vooral voor de allochtone gemeenschap. Want dan kunnen we dingen neerleggen waarvan we weten dat ze graag hebben. Okay. En andere dingen waarvan we weten dat we ze absoluut niet. Die hoeven we niet neer te leggen. Ja, daar heb je ook mee te maken natuurlijk. Natuurlijk bepaalde etenswaarden die bijvoorbeeld de ene cultuur wat minder eet of niet. En... Ja. Nou, er was wel eens iemand die was bij ons op een marketingcursus geweest of zo. Een foute cursus volgens mij. En die kwam aan, je moet eigenlijk neerleggen wat de klanten vragen. Ik zei, oké, dus nou, dan weet ik wel wat meneer. Dan kunnen we hier net zo goed een frietkabel of een pizzeria beginnen. Nou, sterker nog, wij zijn met de omroep een keer een item bij jou geschoten. En wat mij opviel, wat er allemaal lag, tot de zalm aan toe. Ja, nee, dat klopt. Maar ik moet wel zeggen, kijk, dat was een uitdaging voor ons. Vooral in COVID, als je zo'n schok op het aantal klanten krijgt en heel veel extra spullen moet... Kijk, als je een bepaald niveau moet regen, lukt je wel, hè? Moet je wel veel inspanningen voor doen. Maar als je een scherpe schok omhoog gaat, ineens 30% meer, ja, dat is een enorme uitdaging. Ja. Maar wij halen echt alles, ik kan het zo gek niet bedenken, dus dat daar soms dingen liggen dat je denkt, nou, hè? Ja. Ik wou dat ik zelf klant was, hè? Dat had ik beter dan thuis. Dat zeg ik thuis natuurlijk niet, maar in ieder geval, we hebben soms hele mooie spullen. Ja. Maar heb je dan ook wel eens ooit dat je gezinnen ziet? Ik wilde het net vragen, maar vraag maar. Die misbruik maken daarvan. Die dus komen, die zich aanmelden als lid van de voedselbank, maar op een gegeven moment ook verdwijnen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is ook een bijzonder verhaal. Ja, bijna. Maar ga door. Ja. Kijk, we hebben als voedselbank hebben samen de normen bepaald. Die houden we ook bij. Wanneer iemand in aanmerking komt. Ja. Dat zijn eigenlijk financiële normen. Er wordt gekeken naar jouw inkomen. Loon, uitkeringen. En wie bepaalt dat dan? Is dat iemand vanuit... Nou, dat doen we dus. Landelijk bepalen we de normen. Okay. Loon, pensioen, vast inkomen. Ja. Min de feitelijke vaste lasten. En dan blijft er iets over. En als het onder een bepaald niveau is, dan mag je bij ons komen. En dan na een half jaar kijken we opnieuw of het nog steeds zo is. En als je halverwege al een supernieuwe baan hebt of zo, dan word je geacht zelf te melden dat je dat niet doet. De mensen die dit beoordelen, die zijn onze eigen mensen. Er zijn voedselbanken hebben dit uitbesteed bij de gemeente of bij een bureau, maar wij doen het zelf. En waarom? Nou, dan hebben we contact met die mensen, dus we kunnen eerst helpen. Daarna gaan we naar de boekhouding kijken. We kunnen een beetje flexibel zijn. Als die 5 euro erboven zit, nou, dan gaan we toch binnen tanken en na 3 maanden gaan we eens kijken hoe die ervoor staat. We zien die mensen, dus we komen in contact met die mensen. We krijgen een verhaal te horen. En we kunnen snel acteren. We hoeven niet te wachten op iemand die iets gaat doen. En dat heb ik altijd overeind gehouden, want dat is superbelangrijk. Ook vooral dat we contact zijn met die mensen. Want je kan dan vragen, Roel, je komt nu bij ons en je bent van harte welkom en goed dat je de stap hebt gezet. Maar hoe gaat het eigenlijk met de kinderen? Je hebt 2 kinderen, kunnen die meedoen op school? Nou, natuurlijk kunnen ze dan niet meedoen, want we hebben geen fiets, weet ik veel. Dan zeggen we, nou, we hebben ook leergeld, dan moet je eens bellen met deze meneer. En die wil je gewoon helpen. Weet je, over 2 weken moet je eens vertellen of je dat hebt gedaan. Ja. En wacht nog even. We moeten even door, want we zitten al bijna een half uur. Oké. Ja, weet je, wat ik me dan... Want jullie hebben natuurlijk ook een vorm van privacy. Want we vragen alleen maar de informatie van de klant en die geeft hij aan ons. Want je ziet die mensen natuurlijk ook bij de uitgifte als ze hun krat met boodschappen of hun doos met boodschappen komen halen. Wij bewaken hun privacy als een idioot. We geven geen enkele informatie over die persoon aan niemand, ook niet aan de gemeente. Nee. Alleen als we in gesprek zijn met zo iemand, kunnen we wel zeggen kinderen en we verwijzen ze. Ja. En de volgende keer als ze terugkomen vragen, ben je er geweest? Of we vragen van, hey Roel, hoe gaat het met de was eigenlijk? Ja. Heb je goede wasmachine? Ja, die is net kapot. Ja, dat is natuurlijk geen doen. Nee. Vicentius, moet je eens bellen met deze mevrouw? Ja. Heb jij even 2 weken, heb jij nu... Ja, dus zo proberen we het. Ik moet even terug naar Carla. De toekomst van de... Volgens mij is er
best wel dat het zich snel ontwikkelt. Ja, de uitvaartbranche... Over 10 jaar? Die blijft continu in beweging. Dat zie je aan producten, dat zie je aan de mensen zelf, dat zie je aan de wensen, dat zie je eigenlijk aan het geheel. En als je zegt van ja, de toekomst over 10 jaar, kijk, nu is het begraven en cremeren. Begraven kan op een parochiële of gemeentelijke begraafplaats of op een natuurbegraafplaats, die ook natuurlijk steeds meer in booming zijn, wat een prachtig initiatief is. Het lijkbezorgen, zoals het dan heet, hè, met een mooi woord. Over 10 jaar, ja, ze zijn nu bezig met het resumeren van lichamen. Maar goed, dat moet... Was dat? Ja, vraag me daar niet het fijne van, want daar kan ik je niet direct het effectieve antwoord zeg maar op geven. Resumeren? Resumeren, ja. Dus op een bepaalde manier ontbinden? Dus in een bepaalde manier ontbinden. Dus, maar dat heeft met een bepaalde vloeistof te maken. Dus totaal anders dan wat er nu gebeurt met begraven of cremeren. En als je zegt van ja, toekomst over. Ja, ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het echt niet weten. Okay. Dus kort, Ab, heb je je begrafenis al geregeld? Ik moet er nog over praten met Carla. Ik heb een heel mooi wensenboekje. Want okay. Dat is ook iets wat... Maar ik ga sowieso mijn eigen begrafenis niet regelen. Ik vind dat mijn nabestaanden dat moeten doen. Ja. Want ik ben de enige die niet bij dat feestje is. Nee, dat klopt. Wat wil jij zeggen? Nou, wat je net zei. Ik vind dat je mijn nabestaanden moet doen. Maar nabestaanden weten, in grote lijnen weten ze het vaak wel hoor. Wat hun ouders of hun partner zou willen. Maar soms zijn er ook wel eens specifieke vragen waarvan ze zeggen van ja, god, we zouden het eigenlijk helemaal niet weten. Zoals? Dus we doen ook... Zoals? En... Hoe ze het willen doen, wil je? Bijvoorbeeld hoe dat ze het willen doen, hoe dat ze straks hun uitvaart willen. Kijk, wij mensen regelen veel in ons leven. Hè? Terwijl een afscheid is altijd, dat blijft toch een moeilijk onderwerp. Kijk, het komt de laatste tijd natuurlijk veel in de media. Hè? Er zijn documentaires gevolg aan gegeven, programma's. En ook, maar ik merk toch ook wel dat er wel steeds meer mensen zijn die toch wel willen praten over hun afscheid. En zeker als je dus... een slecht nieuwsgesprek van een arts heb gehoord. Ja. En als je dus terminaal bent. Ja. Want dan merk je toch ook wel als je daar bent, zo'n familie bent. Het zijn echt zeker niet de makkelijkste gesprekken. Hè, want je hebt het echt met de persoon om wie het gaat. Maar het schept wel rust. Ja. Het schept wel rust voor de gezinsleden die achterblijven. Ja, ik begrijp het. Ik vond dit geen moeilijk gesprek, moet ik zeggen. Ik vond het zeer aangenaam. Ja. Sterker nog, ja, we kunnen wel een half uur door, of een uur door... De voedselbank is zoveel over te vertellen. Ja. En jouw vak, ja, ik heb nog heel veel mooie vragen. Ik wil heel veel van jou weten. Ja, nou dan moet je me nog een keer uitnodigen. Ik ga jou nog een keer uitnodigen. En dan komen we gewoon een keer. Nou, dus de toekomst, jou persoonlijk, je blijft dit doen. Ik blijf het tot aan je dood. Ja, nou ja, dat is misschien te veel gezegd. Maar ik blijf het voorlopig nog wel even doen. Soms denk ik wel eens hoe mooi zou het zijn als je het straks aan een van de kinderen zou kunnen overdragen. Ja. He, dan blijft de naam wellicht gehandhaafd. Mijn naam gaat eraf, maar misschien... En Ab, even kort moet ik tegen jou zeggen. Ik ben altijd heel snel. Ik ben dus gestopt. Ik wens mijn opvolgers heel veel succes. Ja. Ik hoop een klein advies. Ik hoop dat de voedselbank een keer kunnen opheffen. Ik heb een oproep, maar het is een oproep aan iedereen in Boksel en omstreken. 2 dingen. Blijf gewoon, als je dat kan, af en toe donatie geven aan de voedselbank. Hebben ze keihard nodig. Zonder kunnen ze niet draaien. Superbelangrijk. En het tweede is, help bij die voedselvoorziening. Als je ze ziet staan voor een supermarkt en ze vragen of je iets mee wil nemen, doe dat gewoon. Hè? Ja, absoluut. Want de helft van alles wat we uitdelen, komt er gewoon uit. Ja. Okay. Nou, en als we die niet krijgen, dan kunnen we die uitdelen. Mooi einde. Ik wil je hartelijk danken. En volgens mij kunnen jullie eigenlijk niet gemist worden. Nee. Dat weet ik niet. Dus is misbaar, denk ik. Hè? Maar wie niet? Okay. Dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik wil de mensen danken voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer.